Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we dunne wolkenvelden boven Nederland hangen, maar ze zijn wel dik genoeg om de zon vaak tegen te houden. Slechts af en toe zijn er gaatjes en dan kan de zon even schijnen. Verder valt er hier en daar wat lichte sneeuw of natte sneeuw of wat motregen. Het is allemaal echt licht, maar het valt wel en het trekt langzaam richting het zuiden. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, breekt wat vaker de zon door en dan wordt het zo 2 à 3 graden, waar het wel een koude noordoostenwind. Voor het gevoel is het daardoor min 4 graden. Vanavond kan er in het oosten, midden en zuiden plaatselijk weer een winterse bui vallen. Maar opnieuw verwacht ik geen grote hoeveelheden. Slechts op een enkele plek wordt het wit. In de nachtelijke uren gaat het dan licht vriezen en kan het glad worden. Morgen overdag hebben we van tijd tot tijd zon. En vooral in de middag breekt de zon wat vaker door. De wind neemt iets af. s'middags middags is het 2 graden. En ook de rest van de week een verloop winters waarbij we meer zonneschijn krijgen. Dinsdag en woensdag flinke zonnige periode, en donderdag weer een paar wolkjes. Temperaturen smiddags boven nul, s'nachts lichte tot matige vorst. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.